deze sluis die komt uit in de oude pers. Geschiedenis mij me net vervolgvrij, maar deze sluis die had 8 dwarren. En dat houdt in dat er 4 dwarren bij binnen, dat is een soort stormvloedkering. Nou, we hadden wethouder hebben de handtekening aan binnen om deze sluis weer zodanig te krijgen dat er broek worden kan. En dat mensen uit Dokkumwei tot deze sluis het gebied invaren kennen met alle dwarren boven Dokkum. Ik wil eerst de organisatie hartelijk bedanken voor het aanbieden van de handtekeningen. Ik zag er 71, dus dat geeft ook het belang eigenlijk wel even aan van het vaart bereikbaar maken. Je ziet alleen de handtekeningen, als ik al die bootjes zie en we hier om me heen kijken, al die mensen die hier geïnteresseerd aanwezig zijn, dan denk ik, ja, we hebben het echt ergens over. Nou, ga je die handtekening krijgen, maar wat zijn de vervolgstappen nog van die gemeente? Precies, hè? Want het is natuurlijk mooi die handtekeningen en hier een kop koffie is ook mooi, maar we moeten wel zien of we het met elkaar verder kunnen brengen. Dus ik wil heel graag met de initiatiefnemers in gesprek. Ik heb ze ook uitgenodigd op het gemeentehuis, samen met 2 beleidsambtenaren, om ze in gesprek te gaan. Om te kijken van hoe kunnen we dit project realiseren? Hoe kunnen we het verder brengen? Alle dwarten zijn heel actief, net dat wij de setter inzetten hebben. Maar de dwarten waren er vroeger ook al mee gegaan. Want Jan Prins die was ook al bezig om de Wiermer opveert, al jaren aan de gang om die zodanig weer te krijgen dat er weer goede boten terugvaren kunnen. Zijn heide wie vroeger bieter. Zit op een bieterskip. En dus toen werden die vaten volle breder. Ja, en dat wilden we eigenlijk weg. Ja, het is natuurlijk een monument. En een monument dat stilstaat, dat heb je op de molens. Dat gaat achteruit. En deze deuren zijn vervangen in 1980. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Maar die zijn al compleet verrot. En het is al, ja, het is een vieze drekzooi op het moment. Het zou gerestaureerd worden, al 5 jaar geleden. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dus wanneer het weer bevaarbaar wordt en dit ook weer toegankelijk zal zijn voor de omwonenden, ja, dan zou dat een prima idee zijn. Wat zou dat voor jou betekenen, dat er nog wat waaier dat in kleur is? Ja, dat is feest natuurlijk. Ja, dan gaan we feesten. Dat is zo prachtig, zo'n nostalgische sluis. Dat die zo renteloze leren leidt. Dat ding dat met de kleur.